Beste wensen voor iedereen. Waarom? Heel veel mensen wensen ik niet zoveel best toe. Heel veel mensen wensen ik toe dat ze over een bananenschil uitgaan. Heel veel mensen hoop ik dat ze zien wat voor onheil ze aanrichten. Heel veel mensen zou ik heel veel willen dat ze beseffen hoe dom ze zijn en dat ze eens wat anders zouden moeten gaan doen. Ik zou mevrouw Zorgedragen willen vragen die mensen niet aan de inquisitie uit te leveren. Ik zou willen dat alle bloemetjes in alle ogen van alle mensen een beetje beter zouden groeien. Ik zou willen dat het leven een beetje meer open ging voor iedereen die daar een beetje meer aandacht voor ze willen hebben. Want aan gebrek van aandacht gaat de wereld helemaal kapot. Aan gebrek aan kijken en inzicht en een beetje rust bij alles wat ze doen, daar gaat de wereld er kapot in. Ja, dat is volmondig en volhartig ja. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swingen op te vangen, zoveel boppels tussen geboorte en dood, zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder driewerf, ja, ja, ja. Zo vaak zoveel dynamis uit de dood herrijzen, zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot een gevoel in de schoot. Zoveel juichende getuigen in het jaar 1997 en we zijn op weg naar een mooier getal. We houden de maat en leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de longen verwijt. We zijn getuigen van barstelde tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het weer ook mee. Voor je het weet zijn de poppies aan dansen, dus music maestro please en start up the band. Simon Vinkenoog. Hij is 70 jaar. En we hadden bedacht dat het een leuke verrassing voor hem zou zijn als er een interview zou komen met Hans Plomp. Een oude vriend, iemand uit Ruigoort, iemand die Simon al lang kent en met wie ze samen veel reizen hebben gemaakt. Hans Plomp is ook dichter en schrijver en praat met Simon Vinkenoog over wat ze samen beleefd hebben. Maar niet volgens een vast tramien, gewoon gezellig in de tuin met de zon, een drankje en een jointje. Want dat is Simon Vinkenoog. Hij geniet van het leven. En toeval laten toeslaan. Hans Arp had het over die gezetze des toevals. Als je die maar... Ik behaupte het. Ik ga me niet uit mijn hoofd. Ja, maar als je aan de wetten van het toeval zou kunnen gehoorzamen, dan was er geen reiner bewustzijn mogelijk. En volgens mij is dat wat de boeddhisten noemen spontaneous reality. Ja. Dus als je inderdaad dan in die void zit, dan is dat niet void, maar dan kan dus... Ja, maar de void zegt, jij doet alsof het een iets is... De void. Nee, het grote, onbekende. We hebben het over de dood gehad. Iets dat we nog niks van weten. Ja, iets is de void. Maar het is spontaneous reality. Dat is volgens mij het toeval. Dat wat je te binnen valt, wat je gebeurt. Zonder voorbedachte raad. En als die zon er nog is om het allemaal te ondersteunen. Nou zeg. Zeker. En Fassant kwam binnen. Nou, dat gebeurt ook bijna nooit. Ja zeg, fantastisch. Ja, wat mooi. Die loopt hier rond gewoon. Nou, gewoon. Nou ja, zo gewoon het is een wilde fazant. Ja, hij is hier geboren in de tuin hier tegenover toen het een wildernis was. Ja. Er een groot braambosje stond. Er zijn ook twee mannetjes en drie vrouwtjes geboren en hij is er één van. En de buurman heeft hem gedomesticeerd. Door hem in de winter bij te voeren en in de zomer doen wij het. Janus. Janus. En van de week was het regenen en we keken hier buiten. Hij sprong even op tafel om zijn aanwezigheid kenbaar te maken. En ze is zo dichtbij. Ja, joh. En ze is een mooi beest. Ja, ze zijn prachtig. En meisjes op de zak. Oh, ik zie hem.
Oh, hier is hij er weer? Ja, onder de boom. Oh, dan komt hij misschien wel terug ook. Ja. Zit hij onder de boom wel gelukkig? Nee, zo. Dat loopt niet weg. Nou, ik zat in een programma van Ria van der Elzen. Remy van der Elzen. Heel leuk programma, heel goede vragen. Maar ik kreeg een week van tevoren een videocamera en mocht ik zelf een home movie maken. Nou, wat zal ik doen? Langs mijn boekenkast, langs de kuntjes. Edith vertelde me de waarheid. Ik zeg, doe het nog even. Hebben ze nog gebruikt, dat was om te oefenen. Dat idee. En dat mocht erin? Ja, dat maar... je eigen programma kunnen maken? Dus ja, drie minuten mocht je... Maar toen kwam ik op de tuin en ik dacht, zal het hier maar doen. En toen kwam ik de verzand en hij liep daar heerlijk door dat... Ik volgende, want het was leuk om een verzand als hoofdpersoon van een... En is dat al uitgezonden? Ja, is geweest, ja. Hanneke Groenteman ben ik ook nog geweest. Heb ik gehoord, ja. Ja. Heel goed hoorde ik. Ja, fijn weer te zien. Dat is lang geleden. Ik zie je wel eens door het raam, zo bij de Bres, als je voor staat. Oh ja, met de auto. Ja. Ja, maar bij die pamforumvergaderingen, die altijd heel gezellig zijn. Vind ik ook. God dan. Ja. En dan komt mijn heerlijke vrouw om 3 uur, moet ik het toch los... Fantastisch. Het is een leuk leven, schrijversleven, hè? Jongen, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb al lang mijn ambities om literatuur te bedrijven. Ik levenskunst. Ah. Daar is het om begonnen. Ja. Ik weet dat ik schrijver werd uiteindelijk, omdat ik dacht, ik wil die baan niet en dat wil ik niet en dat wil ik niet. Ik heb geprobeerd schilder te worden, zat er niet in. Dus ik ben opgehouden als leraar om schrijver te worden en om te kunnen doen wat ik wil, niet een miljonair te worden. Hoe lang ben je leraar geweest? Een jaar of 5, 6. Goeie leraar? Leraar Nederlands? Leraar Nederlands. Hoe oud waren die kinderen? Het was op een avondschool, dus het waren oudere kinderen. Het waren ook jonge volwassenen. Komen ze wel eens tegen? Ik kom ze wel eens tegen. Ik heb nog gevreden met een paar, dus heb ik ook wel eens een beetje zo. Maar ja, ze waren boven de 18 hoor. Boven de 18. Ja. Het was een avondschool. Ja. Maar het is toch leuk? Ik bedoel, the joy of teaching is the learning, heb ik eens gelezen. Dat was ook leuk. Maar toen was ik 25 en toen keek ik mijn toekomst in. En toen kon ik precies zeggen wat ik 30 jaar nadien op maandagavond zou doen. Voor een klas staan, weer dezelfde materiaal. Ik zou kunnen zeggen wat de salaris was, wanneer ik vakantie had. Mijn hele leven lag het dat. Zo had ik bij de UNESCO kunnen blijven na 7 jaar. Helemaal vast. En dat benauwde me zo ontzettend dat alles voorspelbaar was geworden. Ja. Dat ik dacht, ik wil dit niet. Ik wil die vrijheid. En daarom ben ik gaan schrijven. Maar vrijheid is ook je lekker wagen in het onbekende. Ja, en dan zeker, weten dat je zeker met je eigen riem en je eigen bootje bemand. Ja. Nou, en het is wel een voorrecht, want veel mensen kunnen zich die vrijheid niet permitteren of denken dat ze binnen die waanzinnige muizenval moeten blijven zitten waar ze nooit meer uitkomen. Ja. Ik vind dat ieder mens als het ware de plicht heeft om af en toe nieuwe ontdekkingen te doen, dingen te doen die hij nooit eerder gedaan heeft of in aanraking te komen met mensen waar je nooit... Sabbatical heb ik nooit gehad hoor, daar heb ik nooit geld voor gehad. Nee, maar ja, dat is... Ik heb nu gelezen... Je hele leven wel een sabbatical. Nou, ik las dat je subsidie kon aanvragen voor bijzondere journalistieke projecten. Ik dacht meteen, hé, wat zal ik nou kunnen bedenken aan... Nou, de biografie van Herman Brood, Chabot heeft er geld voor gekregen. De biografie van Heijermans, ze geven toch geld soms voor non-fiction ideeën. Zou jij een biografie willen schrijven dan, voor iemand? Nou, nee, natuurlijk niet, maar er zijn andere genoeg ideeën. Kijk, als ik geweten had, had ik dit misschien bij die subsidieregeling kunnen aanvragen. Daar ben ik ook... Ben ik 2 jaar mee bezig. En een voorschot van 2000 zo gulden is natuurlijk zo op. En ik moet ook maar afwachten in hoeverre zoiets aanslaat, maar... Voor mij is het een alternatieve een geschiedschrijving. Nee. Als ik bedlegerig word. Aha, oké. Op mijn 90ste. Oké. Of blind en dan dicteer ik het jou. Ja, en, fantastisch. Ja, heel goed idee. Ja, dat vind ik wel. Maar dat zou wel. Maar hij zegt, vind je niet echt dat je zo'n fenomeen wordt of dat er een mythe rond je opstaat? Nou, je moet er gewoon mee leren leven. Maar je leeft toch ook een persoonlijke mythe? Je bent toch ook een dichter, een mythologische figuur, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat is oké. Ja. Ik zeg het ook, maar homo ludens, hè? Alles toch, la transcendantie spektakel, het is toch in het teken van deze eeuw. Je kunt angry young man de rest van je leven blijven of mistroostig rondlopen. Voor mij ben je een goeroe van de bovenste plank. Nee, maar ik wil helemaal niet goeroe. Nee, maar voor mij persoonlijk, als mad teacher, als een exponent van de mad wisdom, ben je meer een ja, de mad wisdom, dat is dus de tantra krijgen, zou ik maar zeggen. Crazy wisdom. Maar crazy vooral wisdom, dus van Chuck Jan Tronk. Ja. Als levenskunstenaar. Ja, die had bodyguards en die wilde weten of zijn bodyguards wel goed hun werk deden. Die liet zich van de trap vallen. Om te zien of zijn bodyguards alert genoeg zouden zijn om op te vangen. Gebeurde dus niet, nee.
Nee, want Ramakrishna, dat was een heilige uit de vorige eeuw. Die raakte bij het minst of geringste een extase. Ah, moest ondersteund worden, hoorde hij een baby huilen of een koe loeien. De mother. Ja. Kali. Ja, die had een ontmoeting met de moeder gehad. Ik heb zo'n dik boek met gesprekken met zo'n discipelen. Ja. Maar wij doen niet zo'n heiligheid in Europa, zo'n beetje, zolang je nog whisky drinkt. En, want je mag niks, hè? Je mag niet vegetarisch en je mag niet seksen, je mag niet alcohol. Ja. Voilà, madame, kijk eens hier. Ja. Koffieshop Ruigoord of onderweg? Ja, Ruigoord suite. Ja. Wij mogen maar 4 plantjes hebben in hier in het land. Maar hij zit dus in een bedreigde commune. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Ruigoord, het bedreigde dorp buiten Amsterdam. 25 jaar gekraakt dorp. Het moest ondergespoten worden te haventerrein. De crisis ging niet door, maar nu dreigt de gemeente Amsterdam dus daar de Afrika haven te maken, zodat Ja, maar dat waren geen. In de haven worden ook. Dat is een gekraakt dorp. Het is eigenlijk een kunstenaarskolonie van. Jullie hebben de sleutel van de kerk van de pastoor gekregen. Ja, ja, ja. Daar gewoon het mee. Ja. Er komt binnenkort een mooi boek over uit. Wat wordt een interessant 25 boek. Jaar Ruigoord, 25 jaar Amsterdams Ballongezelschap. En dat is een gezelschap waar Simon en Edith ook elkaar ontmoet hebben. En grote affiniteit mee hebben. Want het is eigenlijk een vrijwillig samenwerkingsverband van kunstenaars en kunstenaressen. En levenskunstenaars en geestverwanten. Amsterdams Ballongezelschap. Dat wortelt eigenlijk in de eind jaren 60, hè? De insectensector. Ja, ik heb hier nog een foto van de luchtbus. 886, ja. Bologna. En dat is eigenlijk een verband van kunstenaars gebleven die 2 of 3 keer per jaar met elkaar een manifestatie organiseren. En jullie kwamen elk jaar in Goa samen en jullie hebben een reis gemaakt. We zijn naar Bologna geweest. We zijn naar Hongarije geweest. Hongarije was een prachtige trip. We hebben de dichte circus. Ruigoords luchtbus. We zijn in Amerika geweest. Ja. Het Amsterdamse ballongezelschap. Maar het is dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een groep mensen die elkaar al heel lang kennen, kunstenaars, en die om dat contact te handhaven en die creatieve uitwisseling te handhaven, terwijl iedereen natuurlijk met zijn eigen carrière bezig is, een punt te creëren waar we 2 of 3 keer per jaar een happening organiseren. Dat kan een reis zijn naar Hongarije. En de landjuwelen, de jaarlijkse bijeenkomst op die vlakte, zeg maar. Opgespoten vlakte, waar de meest wilde bloemen, het nesten van Amsterdam. Ja. En dus traditioneel doen we ieder jaar tussen kerst en oud en nieuw een feest, een magisch ritueel feest in het Paradiso in Amsterdam. Sint Juttemis was de laatste? Nee, de laatste was nu, afgelopen. Sint Juttemis was ervoor. Wat was de laatste ook alweer? Maar altijd een thema. Het begon als volksopera's. Volksopera, in mijn boekje Het Huiswerk van de Dichter heb ik er nog over geschreven. De werkelijke loosheid. De werkelijke loosheid. 50 jaar de bom. Was het niet Ruigoord ongehavend gewoon? Ja, het was Ruigoord ongehavend de laatste keer. Ja, verdomme. Het is dus ontstaan in dat dorp? Nee, dat is al vroeger. Het komt eigenlijk voort, het is natuurlijk niet zo heel sterk gestructureerd, maar het komt eigenlijk voort uit een heleboel kleine ludieke bewegingen uit de jaren 60. De insectensecte, het deskundologisch laboratorium, wat had je al niet meer, de keerkring, kunstenaarsbeweging, de keerkring. En de UMA? De UMA, Universal Moving Artists. Olivier Boele en Piet Kuijters op weg naar Marokko, waar ze bij Gaston Diel. Ach, god. Het Kiets Conservatorium. Maar dat is een Europees gezelschap. Trans-Europe Halles. Schaarbeek, Brussel. Huzet, Kopenhagen. Schaarbeek, Brussel? Ja, maakt ook onderdeel uit van zo'n heel circuit wat bestond in 86. Huzet in Kopenhagen, Cultuurfabriek Koblenz, Melkweg Amsterdam, Rote Fabriek in Zürich. Nou, ik ben ook nog eens in Hamburg geweest. Is het er nog in Schaarbeek? Maar hij woont allemaal in Schaarbeek. Het was ontzettend leuk al die... Is het er nu nog? Want hij woont in Schaarbeek. De Hallen. Er waren vroeger de Hallen. Maar bestaan hier nog steeds als een popcentrum. Als cultureel centrum. Ja, nou, die deden mee aan die trans... Net als hier de Melkweg hier in Amsterdam. Ach, ja. Wat krijgen we nou? De snoeischaar. De schaar. De herreschaar. Ik vond dit binnen het kader van jouw ideeën hier samen. Ja, dan moest het ergens over gaan. Dank je. Of ging het over een ontmoeting in het groen? Nou, Luc, de vrije conversatie. Luc stelde voor om
in verband met de feestelijkheden om jou heen gewoon een gesprek. Nou, laat ons alle aanwezigheid hier een feest zijn, hè? En dat, ik geloof dat het allemaal wordt genoteerd als zodanig. Ja, zeker, ja. Het is namelijk interessant je in het gezelschap van gelukkige, nieuwsgierige, onbevangen, open mensen te bevinden. Dat gebeurt eigenlijk maar heel weinig. We zijn hier een beetje een hermetisch kringetje. Deze afgezanten uit het de camera komt nu wel heel dichtbij, inderdaad. Dat is heel intiem. Nou, je had ons moeten zien, Edith en ik op bed van deze jongen, die een beetje met een linkje ogen open, handen op de borst, goed op de borst. Hé, een beetje zo van, goed, goed. Aha. Dus we zijn toch wat sappiger, hè? Die zuidenburen. Nou, ik wist dat er heren van, ik wist dat er iemand van de morgen zou komen, maar ik wist niet dat het ja, maar dit zijn eeuwig jonge mensen. Ik ken heel veel Ik ben ook niet zo somber over de jeugd. Ik bedoel, ze gaan toch alle kanten uit? Nee hoor. Ik ook niet. Ik krijg heel veel support van de jeugd, moet ik zeggen. Ja. Van deze generaties die nu in Ruigoed in de boomhutten zitten en tunnels graven. Dat zijn van die actiegroepen. Ja, die Earth First en het Groene Front. Die hebben de verdediging van het dorp voor een deel op zich genomen. En dat zijn jonge mensen die komen van heinde en ver. En die graven zich in tunnels en in boomhutten. En ik moet zeggen... Maar jij doet dat niet. Ja, nee. Nou ja, ik breng thee en ik schrijf. En... Ja, ja. Ook, Roel van Duin heeft er wel een tijdje gezeten, bijvoorbeeld. Dat, zei een van de surrealisten. La main à plume vaut la main à charrue. De plan in de hand is net zo belangrijk als de hand aan de ploeg. Ja. Ja. Ik heb er ook wel gezeten in de kroeg daar. Ja. Maar ik zou... Ja, god, om daar nou echt... dat hebben we ook van het begin af aan gezegd, jongens, meisjes. God, jullie zijn 20. We gaan echt niet s'nachts in die boomhutten zitten en in tunnels. Dat doen we niet. Nou, een van de Ruigoedbewoners heeft hier al een tuin gehuurd. Omdat ze zei, ik wil niet op een gegeven dag voor de bulldozers gaan liggen. Nou, Wilna. Ja. De eerste die idee was Wilna. Was Wilna, de eerste die hier op afstormde. Ja, maar zij is ook wel degene die ook overal woordvoerster is. Ze zag zelfs haar kinderen. Ja. Zij had een reactie op de jongmens als haar kinderen. We waren, het hele dorp was verbaasd. We zagen haar iedere avond met mandjes eten en thermospressen. En het was zo... Het was eigenlijk ontzettend leuk om Wilna te vinden. Is ook fantastisch. Als de strijd voor jou gevoerd wordt door mensen die inzien hoe belangrijk die vrijplaats is. Ja, want kijk, je vecht ook tegen de bierkaai. Er zijn genoeg verloren zaken waar je voor vecht. Die idiote oorlog tegen de drugs vindt nog steeds plaats. En dan kan... Hans van Mierlof zegt op een persconferentie van de scheiding tussen soft en harddrugs is het belangrijkste wat Nederland te bieden heeft. Maar in zijn reden tot de VN heeft hij het hele softdrugs gebeuren buiten beschouwing gelaten. Ja. Alleen gezegd, je moet ze niet zien als criminelen, maar als patiënten. Ja, ik voel mezelf geen patiënt en jij ook niet. Ik bedoel, wij gebruiken middelen, psychedelische middelen. Het zijn heilige we hebben wel eens een snuifje kook genomen en een heroïne-experiment, maar... Het zijn heilige planten. Ja, jij rookt zelfs geen tabak, geloof ik, hè? Nee. Nou, op het ogenblik niet meer. Maar en Germen, die drinkt het alleen nog maar, hè? Of die, ja, die eet alleen of drinkt, Dat gaat ver. Ja. Maar ja, het hangt er vanaf. Je hebt fanatiekelingen en je hebt mensen die het lekker laten waaien. Ik voel ook mijn hele leven strijd tegen fanatisme, of het nou van links, rechts, boven of beneden komt. Zeker. Ik heb genoeg mensen die zich die willen dat jij lid van hun beweging wordt, omdat je dan... Ik heb me op de Kalverstraat ook weer laten overhalen om een Hare Krishna boek te kopen van... Zo'n lieve meisje. Wat? Jawel, dat ligt daar. Ja. Ik dacht eerst, het is Scientology, maar... Ondanks van Teylingen? Ja, nee, prachtig. Prachtig. Hele goede schrijver, Hendrik van Teylingen. Ja. Nou, prachtige boek. Die is lid geweest en die heeft ook die boeken van die goeroe vertaald uit het India's. Maar die is uit die Hare Krishna-beweging gestapt toen hij zag dat allemaal ego's het overnamen en dat het niet goed ging met de opvolging. Ja. En die is sindsdien onafhankelijk schrijver met een waanzinnig verhaal achter zich. Hij ontmoette zijn geliefde en het regende meteen bloemen uit de hemel. Ik bedoel, zag je, het is ons nog nooit overkomen. Maar ze neuken niet. Nee, ook al niet. Nee. Krishna. En dat was hij nog trots op ook. Ik zeg maar, Henk, daarmee. Vergooi je toch het sacrament van deze planeet? Het gaat heen en vermenigvuldigen, bedoel je? Ja, nee, maar net dat niet. Maar geniet van de natuur. Bewijs eer, extase. Ik wil, dat is kijk, hoe je deze generatie, ja, maar moet je horen, ik... Jij bent nou middelbaar, heet dat? Hoe oud ben je? Ik ben middelbaar, Hoe oud ben je? 54. Zou je ook niet zeggen, heel leuk, hè? 54, Dus en je kunt alleen maar zeggen, ja, god, we zijn fervente gebruikers en gebruiksters. En ik bedoel, het gaat ons goed. Het voorbeeld, het enige wat je kunt doen is een levend voorbeeld geven. Ik ben al lang voorbij het punt om te denken van, ja, we moeten waardering hebben wat we doen. Uiteindelijk is een levend voorbeeld. Ja, en waar je moet voor achten is natuurlijk zelfgenoegzaamheid. Oh, nee, dat is het ergste wat er is. Oh nee, alsjeblieft niet. Je moet in mijn diepste depressies.
Ja, heb je nog ja? Als ik zelf. Nou, nu met nee, je nieuwe liefde. Ja, ja, nu met je nieuwe liefde. Die heb jij veroverd. Dat heb ik inderdaad. Want jij bent, we hadden het over mensen. Want dat heb ik inderdaad. Jij bent ook een aantal keer getrouwd geweest, hè? Ik ben een keer getrouwd geweest. Ik ben weduwnaar officieel. Oh ja, weduwnaar, ja. En dat laat ik niet meer los. Want ik trouw, raak ik mijn weduwnaarspensioen kwijt. Hoeveel kinderen? Ik heb 2 kinderen en een kleinkind. Maar deze vrouw is 33. Ja. En ik die brengt kinderen mee? Nee, die brengt geen kinderen mee. Maar het zou kunnen zijn dat ze een kind wil. Ik weet het niet. Net zoals bij Gerben. Maar als zij geen kinderen meebrengt, dan kan dit voor jou een nieuw leven in gaan luiden. Absoluut. En Pols, en jij hebt er veroverd? Nou, zij heeft een boek van mij vertaald in India, in Pols. En ik zat in India en de vriendin waarmee ik reisde, was, op een expeditie was ik met Theo, die was na een week weggegaan, dat beviel haar niet daar. En ik dacht, ja, wie zal ik vragen voor die 2,5 maand? Ik wil wel een maand alleen reizen, maar al die tijd, ik zoek een compaan. Het is toch leuk om iemand met iemand te... Ja, dus ik heb de leukste naam uit een adresseboek gehaald en de I Ching erop gegooid. Gevraagd, ja, wat is de uit... Maar hoe wordt die reis als ik met die... Hoe wordt de reis als ik die vraag? En uiteindelijk kwam Grazina, zo heet ze, ontzettend positief naar voren. Dus ik belde haar op en ik zei, Grazina... ik ben hier alleen in India, ik heb nog 2,5 maand te gaan. Heb je zin om te komen als ik je een ticket stuur? Ze zei, nou, dat is helemaal te gek, want gisteravond heeft mijn vaste vriend mijn huwelijksaanzoek gedaan. Maar ik voelde me wat, ik voelde me wat gevangen door hem. Misschien moet ik die reis naar India nemen als bedenktijd, zei ze. En het was waanzinnig. En ze kwam naar India en ja... Maar Hans leeft dus nog met de I Ching, hè? Daar is nou, leven met. Maar ik zou nooit zien... Leven met is niet waar. Heb jij op mij ooit een I Ching gegooid, bij wijze van spreken? Nee, hoe doe je dat? Nou, 6 muntjes en dan yin yang, 8, 7, 9, 6. Drie muntjes en dat heb ze. Ken je de I Ching? Ja, je hebt wel, nee, ik ken het boek niet. Het Chinese orakelboek. Ik heb het op mijn hals hangen. Ik gebruik het zelden of nooit, maar ik had het toevallig bij me daar. Ik dacht, oké, laat ik het maar eens... Of Theo had het bij zich, Theo Kleij. Dus ik dacht, wie moet ik vragen? Vriend of vriendin? Moet het per se een vrouw zijn? Liefst wel, maar niet noodzakelijkerwijs. Maar was het uit met, hoe heet die andere lieve vrouw, die Edith? Nee? Nee, Ans. Ans, Levina. Nee. Levina. Astrid. Astrid. Ja, nee, dat was toch allemaal moeizaam. Het kwam niet van jouw kant in de eerste plaats. Het was van mijn kant, ja, het was, ja, ze was eigenlijk totaal, ze is totaal acultureel. Een ontzettend lieve vrouw. Maar ja, ze heeft nog nooit een boek gelezen, een gedicht gelezen. Ze had totaal geen interesse in poëzieavonden. Bovendien is ze dovig. En als huishoudster was het een fantastische vrouw. Ja. Echt waar. En nou ja, er waren ook nog andere aspecten aan. Maar, en ik had nog een andere vriendin. Daar was daar meer de mystieke kant mee vervuld. En leuke gesprekken en fantaseren en eventueel een trip nemen. Maar het was toch allemaal, ja... En jouw Poolse vriendin, woont hij nu hier ook? Of? Zij woonde al in Nederland. Aha. Ze woonde al in Nederland. Ze is doctorandus in de Poolse taal geworden in Nederland. Ze, heeft hier, ze is hier aan de Poolse faculteit in Amsterdam. Ik wist niet dat het bestond. Is ze afgestudeerd. Mińkiewicz, een grote Poolse dichter. Ja, ja, het is heel erg leuk om zo'n andere cultuur plotseling... Nou, Theo Niemeyer, die heeft zijn... hij was al heel vroeg na de oorlog, was hij een tijdje in Polen. Maar het is een land om somber te worden. Nou, sommige stukken. Ik ben ook in stukken geweest. Je bent ook geweest waar ze die Rainbow Gatherings hadden, hè? In die wouden. Helemaal, daar in het zuiden die Tatra gebergd is. En dat met Tsjechoslowakije, die berglanden waar nog bisons wonen. Nou, ik moet zeggen. Bisons? Er wonen nog bisons. Ik denk wonen ik of... Nee, daar leven bisons. Leven. Ja. Het enige in Europa. Het is een ontzettend woest gebied. Ik zou niet direct in Polen willen wonen, maar ik vind het wel heel fijn dat ik dat als achterland, als uit... Als levensruim, zou ik bijna zeggen. Mee, Hans. Ja. Tuurlijk. Misschien aanstaande vrijdag al? Vrijdag, ja, zeker komt ze. Ja. Goed zo. Ja, het is ontzettend fijn. Ze is ook, laten we zeggen, intellectueel op mijn niveau. Ze vertaalt mijn werk. Ik vertaal samen met haar Poolse poëzie. En het allerbelangrijkste is, we vrijen. Oh, vrijen. Het is niet te geloven. We kijken elkaar recht aan, het hele vrije. En het is niet te geloven. Het is ook iets bijzonders, het aankijken. Dat is een nieuw, hè? Maar ja, dat... Ja, dat het gebeurt, hè. Wat een wonder. Nou, we hadden het over dat het verliefd staat. Eddie Woods is ook totaal verliefd. Ach, ja. Op een vrouw die hij 16 jaar geleden ontmoet heeft, kort, en die hem een brief schreef een paar maanden geleden. Ze woont in Devon, ze heeft een villa en 3 kinderen intussen. En de man is weg. Maar de vrouw die al 30 jaar bij hem is?
Jane. Ja, die was al met India bezig. Dat was geen. Dat leek me geen. Dat is toch niet leuk? Het leek me geen. Ze houden wel van elkaar en dat is dan min of meer platonisch. En ja, het is. Ja. Ja, maar goed, zeg, laten we het niet te veel over andere mensen hebben. Maar goed, hij is ook verliefd. Want hij zei wat ontzettend veel gouden hoer wordt nu eventjes hier gedinkt. Hartstikke gezellig. Ja. Wat de moeite waard is. Ja, het een leuk einde ook nog. Ja. Happy end. Ja. En dan even terug in de tijd naar Paradiso. Ballongezelschap. De premier ordre, le chanvre. Certes, il est intraduisible. Tout est intraduisible. Lui, particulièrement. Sa désinvolture, son manque de poids, son manque d'âme, son impertinence, ses jeux iconoclastes et libertins. C'est lui. J'ai été à la chasse. Beaucoup, sans doute, m'a échappé. Henri Michel. Combien de ces tapis volants ont pris l'air pendant les nuits lumineuses de l'Orient? Hachiche, traître, hachiche, chien de chasse, hachiche instructif. Il va plus vite que nous, désirant ce que nous n'avons pas encore compris. Au départ et chaque fois, il y a un effort à faire. Raison pour laquelle il n'a pas été utilisé dans ce but. On le violente, le hachiché, en l'appelant à l'effort, au moment où le laisser aller lui distribue tant de merveilles. Il faut se forcer à prendre le contact, à le maintenir, à percer. Mais une fois le contact obtenu en profondeur, quelle expérience! Connaissance par les gouffres. Henri Michon. De Nederlandse Angst. Van de revolutie. Julian Beck. Julian Beck van het Living Theater. Niet geïnteresseerd in het legaliseren van marihuana. Niet geïnteresseerd in de benoeming van een betere politiecommissaris. We hebben er geen beperkende wetgeving bij nodig. Het gaat er niet om dat niemand moordt. Het gaat erom dat iedereen leeft. Geen zin de wetten te verbeteren, een mythe dat de wet verbeterd kan worden, een mythe dat de wet iets met recht te maken heeft. De wet versterkt het systeem en het systeem is niet rechtvaardigd. We hebben geen recht nodig, we hebben leven nodig. Het recht veldt vonnissen ten gunste van gezag en bezit.
Het recht is binnen het systeem de illusie van een volk dat bang is iets voor zichzelf te doen. En het is het systeem dat ons bang maakt voor elkaar. Het is het systeem dat ons hebzuchtig en belust op bezit maakt. Het is het systeem dat de wet nodig heeft. Ik wil een einde aan de doodstraf, omdat alles wat we kunnen doen om het moorden te stoppen en het leven te verlengen eerst komt. Maar ik wil de marihuana-wetgeving niet veranderen. Ik wil die blijven breken. Ik wil de wet breken die op de rotsen werpen om het uiteenspatten van de stukken te zien. Maar ja, de oplossing van de illusie. Ik wil de wet breken. Ik wil onze vrijheid. Julian Beck. As long as it's said one day, if you make a revolution, make it for fun. Don't make it in ghastly seriousness. Don't do it in deadly earnest. Do it for fun. Don't do it because you hate people. Do it just to spit in their eye. Don't do it for the money. Do it and be damned to the money. Don't do it for equality. Do it because we've got too much equality. And it would be fun to upset the apple cart and see which way the apples would go a-rolling. Don't do it for the working classes. Do it so that we can all of us be little aristocracies on our own and kick our heels like jolly escaped asses. Don't do it for international labor. Labor is the one thing a man has had too much of. Let's abolish labor. Let's have done with laboring. Work can be fun and man can enjoy it. Then it's not labor. Let's have it so. Let's make a revolution for fun. Hemp, hemp, hooray, says the captain in the moonlight. Finnegan's Wake, page 495. James Joyce, Finnegan's Wake. Underlined in my copies to have to bring along in the sun. Hemp, hemp, hooray, says the captain in the moonlight. Hemp, hemp, hooray. Hemp, hemp, hooray. That this is from Ralph Waldo Emerson. Hemp beer, as you know. That I, drinking this, shall hear far chaos talk with me. Can kings unborn shall walk with me. And the poor grass shall plot and plan what it will do when it is man. Quick and so will I unlock every crypt of every rock. Poem for Bacchus, Ralph Waldo Emerson. En terug naar het gesprek met Hans Plomp. En blijft natuurlijk het paradijs en het wordt hoe langer hoe mooier. Het is fantastisch, het is ongelooflijk. Ja, want we laten de natuur toeslaan. En wat is elk interview weer anders? Hè? Nou. Vanochtend Algemeen Dagblad, twee heren. Nu van de morgen, twee heren. Ja. Ja. Ik ga mijzelf nog wat inschenken. Erik, nog een jus d'orange? Nee. Luc? Ja, vooruit. Als je toch iets gaat inschenken, laat ik dan ook maar een jus d'orange. Okay. Maar het lijkt me trouwens ook wel leuk, Edith, als je erbij bent met het gesprek en als we met z'n drieën voeren. Ja, natuurlijk. Ja, toch? En ik ben wel van inschenker. Ja, natuurlijk. Ja. Zelf terug. Maar ik ben wel blij als die, dat gedoe achter de rug is op een gegeven moment. Hè? Als die, want te willen van de uitgevers, nou, je ontvangt iedereen, maar de aalmoezenier. Wat? Een man die van het blad van de aalmoezenier voor de strijdkrachten. En die belt, of je mag komen natuurlijk, iedereen. Dat, ja. Maar dan stuurt hij me een brief met vragen waar hij het over wil hebben. Ja. Of de huidige militair te vergelijken is met de krijger uit de I Ching. En toen die brief kreeg, de huidige militairen. Ja. En ik dacht bij mezelf, god allemachtig lieve man, want hij zit met problemen. Ik bedoel, al die lusteloze, apathische, nauwelijks opgeleide jongens die niks anders willen dan neuken en heibel maken en dronken. Denk het toch wel, zeg. Wie gaat er nou nog in militaire dienst? Ja, het zijn en het enige wat hij kan doen is als af en toe een meisje ze verlaten heeft of als in de... Het is natuurlijk een professioneel leven. Nou, het interessante is natuurlijk wel dat ze voor vredesoperaties zullen worden toegerust. Dat wel, maar ja. Ik weet wel, ook wel, dat ik in Heren mijn Tijd een polemoloog heb aangetroffen. Die zei, waarom al die vredesoldaten, waarom gebruiken we daar niet de legers van de derde wereld voor?
Die kennen de omgeving. Tuurlijk. Die zijn bekend met de tropische omstandigheden die ervan heersen. Ja. Alles wat ze verdienen gaat naar huis voor de brommers en de huizen. Fantastisch idee. Ze hebben minder soldij. We hoeven alleen maar de vrachtwagens en de dingen. Alleen maar waterpistolen. Ja. Alleen waterpistolen, want dan is het ik denk dat je water. tegen ik denk dat je tegen die boze geest op de Balkan toch wel echt wapens nodig hebt. Nee, dat is waar. Maar in de derde wereld, in Afrika, dat is nog... Het gekke is, het zijn niet eens die... Tweede wereld. Het zijn niet eens die... Die oudere stammen die altijd door de eeuwen heen met elkaar hebben samengeleefd, die de moeite veroorzaken. Het zijn de door de westerlingen opgeleide machtshebbers. Die jongens die denken dat je met een wapen in de hand de macht kunt grijpen en het geld overnemen en in limousines rondrijden. Zonder iets voor te hoeven doen verder. Ja, natuurlijk. Niet intelligenter zijn alleen een grote bekken. Nee, het zijn eigenlijk jongens die vroeger met een knuppel liepen en die nu plotseling een mitrailleur in handen hebben. En die plotseling, er is totaal geen mentale voorbereiding of zo. Nee, het zijn de brutalen die de halve wereld hebben en hem daar helemaal kunnen overnemen. En blijkbaar zijn er belangen in het Westen die er belang bij hebben om die jongens dan juist blijkbaar aan zich te binden. Of gebleken is dat ontwikkelingshulp eigenlijk het land niet te goede kwam, maar vaak wel de industrieën hier te landen die de producten en de experts konden leveren en de mensen met hun hoge salarissen. Hoewel ik moet zeggen dat Médecins Sans Frontières. Het wordt een beetje deze dagen afgegeven op de jaren 60 van die vrijheid en dat laat maar gaan. Nog steeds? Nou, zeker gezien wel. Ik wou dat ze nu weer roepen om openheid bij kabinetsformaties en dat het nu te ver gegaan is. Hetzelfde de CDA roept dat het nu te ver gegaan is, de dingen. Dat het weer terug moet naar de openheid. Het zijn wel leuke gespreksonderwerpen, maar wij hebben samen veel gereisd toch wel, hè? De gekste reis, en ik zag het weer toen ik de proeven herlas, in die kazerne. Die ooit belegerd was, de eerste dagen dat in Bologna. De eerste dag hadden mensen nachtmerries, omdat ze daar zulke gevechten hadden afgevecht tussen de partizanen, die uit de heuvels kwamen om te ontzetten, de antifascistische strijdkrachten die weer... verhaal, ik bedoel gewoon. Maar je liep de Bologna, je had de rockgroepen Dachau of Holocaust. Dacht ik ook, god, die stad waarheen die samenleving zich ontwikkelt. Een merkwaardige stad, is toch ook een linkse stad en er is toch ook een enorme... En de grootste treinontplosie. Door fascisten. Het is dus in Italië de heb je blijkbaar ook... En een van de mooiste, met die prachtige met die twee torens van die twee families, weet je nog? Ja. Die twee families die elk een hoge toren... Het is de stad van Umberto Eco. Ja. Het is de meest radicale universiteit, maar ook meest links en meest rechts. Op Bologna. Ik ben er twee jaar geleden nog een keer geweest met die mensen van No Wall. Ja. En ik moet zeggen, toen ben ik daar uitgegaan een beetje en gegeten. Maar het is een hele hoogstaande stad, Bologna. Intellect en hele verfijnde keuken en cultuur. Het is eigenlijk maar een klein stadje. Maar wat ik me ook nog heel goed kan herinneren, nu we opeens daar weer over praten. Het gekke kleine plaatsje in Hongarije, Eszet heette het? Szeged. Waar je alleen maar een winkelcentrum had en een pleintje waar mensen elkaar telkens tegenkwamen. En het was allemaal nog zo primitief ergens. Ja. Het ontbrak aan alles. Was dat nog in de communistische tijd, dat we daar waren? Ja, we waren in 1990. De muur was een jaar gevallen. Oh, de muur was een jaar gevallen. Maar we waren wel in Berlijn voordat hij viel. We waren wel in Berlijn voordat hij viel. In Tacheles, in Oost-Berlijn, in Tacheles, Tacheles, Prinsenberger, Prauensberger, hoe heet het? Ja, hoe heet het ook weer? Ja, het is toch heel bekend geworden in de literaire revolutie, want iedereen bleek Stasi-verrader te zijn geweest. En dat hele Kreuzberg, wat helemaal Turkse wijk was, daar ben ik al eerder geweest in Berlijn. Interessante stad, hè? En dan hebben we natuurlijk de meest waanzinnige reis van ons leven gemaakt door de Verenigde Staten. Maar dat was niets met Ruigoord mensen? Er was Rob van Toer en er was Leo van der Zalm. Die reis. En Ben Posset, ja. En Jules Deelder. En Deelder. Maar ook Sieberpalet? Nee, niet Sieberpalet. Nee, Remco. Bernlef. Schierbeek. Ja. Bernlef, Deelder. En onderweg voegde zich aan ons toe Johan Vrooman. Vrooman en Karel Appel. En Appel, ja. Ja. En daar hebben we werkelijk een fantastische ervaring gehad. Hè? Jij bent de enige van al die mensen die daar een reisverslag over heeft nagelaten. Want ik dacht, wat zou het leuk zijn als iedereen een dagboek bij had gehouden en erover schreef. Ik zeg wel, je liep naast me op New York en we keken... Maar jij hebt een andere reis gemaakt dan ik. Tuurlijk. Ik had die vreemde baba aan mijn zijde, die toch elk moment kon uitvrieken. Ja, ja. En Jules Deelder en Bernhard gingen overal de jazzcafetjes in. Of Jules had soms de prachtigste
In de thriftshops, de lege heilswinkels, had hij weer een chique groen kostuum tevoorschijn. Ja, ja, en jij hebt me daar in contact gebracht met John Lilly eigenlijk. Oh ja? The Scientist van John Lilly. Oh, dat boek had ik bij me. Dat boek, dat had je bij je, had het gelezen, je kende het. Ik heb het, of je hebt het me toegespeeld. Of we vonden het daar in een boekwinkel op een van die campuses. Ja. Want we hebben toch ook opgetreden in, op de universiteit van... We hebben Kellendorf nog ontmoet in Minneapolis. Ja. En we, Eugene Ormandy, die dirigent hebben we nog uit zijn slaap gehouden één nacht. Oh ja? Tijdens een beestachtig feest. Oh, weet op ik niet de meer? Campus van... Oh ja? Hoe heet die beroemde universiteit? Ann Arbor? Nee. Het zou best kunnen dat Ann Arbor was, ja. Het was alles zo netjes. Daar had Schierbeek jarenlang gezeten. Ja, ja, ja. Maar er gebeurde niks. Het was volkomen drooggelegd. Want Minneapolis was ook helemaal drooggelegd. Ja, ja, ja. Het was leuk in San Francisco, waar je in bookshops en theatertjes. En daar kwam je toch ook over mensen tegen. Ja. Ja, ja. En met Diana de Prima de avond. Diana de Prima, Bob Kaufman. Zitten met vier dichters in een taxi. Where are your boys going? To a poetry evening. Ah, you're a poet, I'm a poet too. Er blijken 500 taxi-poets rond de taxichauffeurs poets rond te rijden. Onmiddellijk ging hij uit zijn eigen werk de mooiste dingen. Maar dat was eigenlijk ook een fantastisch. Dat hebben we bij Ellen gelogeerd. Ja, in New York op de heenweg. Maar ook in Boulder. Boulder, Colorado. Boulder, Colorado, in het huis van Chuck Jam Trompa. Ellen en Peter. Dat is iemand die die altijd half dronken was, die door twee mensen moest worden ondersteund. Hij is ook niet lang daarna overleden. Guru, de leider van het Nairobi Instituut. Ja, maar Jules Deelder zegt altijd, als hij erover schrijft, dat jij op je knieën ging voor de guru. Is dat zo geweest? Nee. Ik ging niet op mijn knieën, ik maakte een zij zat. En ik stond, dus ik maakte een soort van, zoals je dat doet voor een referentie. Namaste. Zo voor een, namaste. Ja. Namaste. Ja. En toen zei hij iets tegen me, maar hij had dan zo'n vreemde stem. En toen ging ik op één knie zitten om hem beter te horen. Zo. Want hij zat eigenlijk vrij laag. En toen hoorde ik Remco nog roepen, of Jules, van... Je gaat op je knieën voor zo'n guru, dat zal ik onthouden, dat zal ik onthouden. Maar ik zag in die Trungpa, ik zag een dubbel gezicht. Aan één kant zag ik die man die totaal... Verlicht, zo'n boeddha. En aan de andere kant zag ik die vreemde... Hij had toch een probleem met, noem maar op, weet ik veel. Hij was uit de band gesprongen. Het was ook een demon. Het was ook een demon, het was heel vreemd. Ja. Maar hij zei toen tegen me, we will not sink. We will not sink, zei hij. We will not sink. We zullen niet zinken. Oh. En, of denken. Ja, daar aazelde ik over. Ja. Nou, hij heeft er nog een... To synchronize, to sync, to synchronize. Of to synchronize, dat kan ook nog. Maar dat zei Trungpa, ja. Maar goed, dat was een fantastisch avontuur daar. Dat logeren in Boulder. De Glenn Miller Ballroom. Ja, in het hotel. Glenn Miller daar, allemaal. Net zoals je nu met Café Hollywood en Planet Hollywood hebt. Met zijn, ja. Ja, was helemaal... Waarom was dat? Omdat hij daar gewoond had, of gewerkt, of... Ach ja. En dan ben je heel intiem met een man of tien op stap 3 weken en je zegt elkaar op Schiphol gedag en je ziet elkaar nooit meer. Of al één keer in het jaar. En dan is opeens, want hebben we meer van die reizen, hè? Dan... Ja, maar de brotherhood is voor goed gesloten. Hè? Dat is waar, absoluut. Het is met de mensen met wie ik ook mee op reis heb mogen gaan. Herman de Koning, 2 keer. Indonesië en Zuid-Afrika. En zo'n man, en op zo'n reis gaat hij ook dood, valt hij opeens op weg van het hotel. Oh ja? Ja. Ja, dat is ook zo, want je leert elkaar kennen op een bepaald niveau en dat kun je altijd weer oppakken. Ja, als je met elkaar aan een ontbijt zit of... Ja, dat zeg je ook over Hugo Claus. Ik bedoel, als je hem ziet op dat moment is meteen weer de camera die is tuurlijk, er weer. Tuurlijk. Maar dat heb ik ook met oude vrienden. Ja, en exen, ik ken ze. Daarom is ouder worden zo heerlijk. Ja, want die vriendschappen worden hoe langer hoe dierbaarder. Ja, zeker. Als iemand al 30 jaar blijft te kennen, jeetje, je houdt nog van hem. Wij hebben het altijd toch speciaal met Ruigoord gehad. Ik zeg wel eens tegen mensen, het is de enige groepering waarmee ik me verwant kan voelen. Ik heb nooit het lid uitgemaakt van wat dan ook. Dat is onze vriendenprins. Dat zei ik van de week nog tegen, want ik ben met heet die Peter van Brummel van Parool op stap geweest, plekje in Amsterdam. Dus we kwamen ook bij Schelterman terecht en hij komt weer in te praten met die zoon van de Lange. Ja, die tijden van vroeger, van jullie, die komen niet meer terug en zo. Maar het... dat is zo droevig. Dat vind ik altijd dat verloren gegaan is. Ik vind niks droevig. Mensen vragen je altijd, ben je niet nostalgisch? Ik heb nooit de reden om nostalgisch te zijn. Er is nou weer een kroeg in het dorp geopend iedere avond. En het is ook ontzettend gezellig met een winkeltje en een heel gek rolletje.
Een soort western kroegje. Ja, het is een plaats van... Hebben heel veel mensen zich weer in de omgeving genesteld, in tent of zo? Ja, dat is vrij, het is vrij intens. En de spirit is goed. Fijn. Iedereen heeft het gevoel van, oké, we gaan door het uiterste, maar we laten ons niet in een flipsituatie brengen. Maar die machines gaan wel komen deze zomer al of niet? Of, Die zijn er en nu daarna gaat het stil. Het dorp blijft bewaard, sowieso. Ja. Ja. In het plan blijft het dorp bewaard. Maar dat Lawrence eruit moest en jij dus je huis ook eruit zou moeten. Dat is gezegd, maar dat doen ze voorlopig. Dat nee, zit er niet in. En nee, ze hebben ook opeens wat. Hans, want ik hoorde via Simon dat je zou willen dat Simon misschien iets zou zeggen aan zijn vrijdag over Ruigoord. Maar ik ontraad hem dat ten zeerste. Ja. Ik vind, je mag je gast hier niet beledigen. Nee. En in bedekte termen, ja, dat daar Bres wordt uitgeleid. Nou, kijk, je kan het heel subtiel doen. Je kan het heel subtiel doen. Die aanwezigheid is al erg subtiel. Ja, maar hij zou dat, Simon zou kunnen zeggen, ik verwelkom ook een vriendin. Ik noem maar wat. Nee, het woord moet niet eens vallen. Het woord is nu eer te na. Om zo'n gelegenheid, dat is weer een andere koek. Ik weet het wel, maar we ontmoeten hem. Heeft hem ook iets aan. Maar we willen ook absoluut, je moet niet Simon Schuyler verpesten. Heel erg. Ga niet, mag niet. Dat maakt ook zelf wel uit. Tuurlijk. Maar het is heel belangrijk om de eer aan hemzelf te houden. En niet, het is een schot voor open doel. Wijs van spreken, hè? Jawel, die man even. Ja, maar je kunt het niet. Nee, maar hij is manier. Het is in zijn huis, het is weer laten voelen. Nee, kijk, want die man want die vindt dus cultuur blijkbaar belangrijk. Hij doet dit. Nou, hij heeft nog nooit laten merken dat Ruigoord ook culturele functie heeft. Hij heeft de brief geschreven naar de gemeenteraad dat er geen referendum gehouden mag worden over zijn lijk. Maar goed, ik bedoel, het lijkt als hij voelt, dat Ruigoord iets te maken heeft ergens met iets wat hij belangrijk vindt, zou hij misschien als wat ik wil, Hans, positiever naar ons... ik wil, dat is dat er zoveel mogelijk echte Ruigoordenaren in vol ornaat verschijnen. En dat die meneer van Kemenade uiteindelijk zegt van, god, heeft die Simon Vinken over een ontzettend leuke vriendenkring. Wie zijn dat? Toevallig de mensen uit Ruigoord. Oké. Zo moet je dat spelen. Ik ben het helemaal mee eens. In vol ornaat. Ik ben het helemaal mee eens. En Els en Neur. Of meneer van Kemenade, mag ik u voorstellen aan Hans Plot, bewoner van Ruigoord? Ik zal die taart afbestellen. Ik zal die taart afbestellen. Niet te gek, ik zal die paai. Hun allermooiste, ja. Ik zal die paai afbestellen. We hadden wel een hele lekkere met 25 kaarsjes. Die mocht hij dan uitblazen en dan poef. Oh, nou ben ik blij dat we dit in een hele positieve wending kunnen geven. Dit was totaal een fantasie die waar geen enkel moment serieus over was. Nou, er hoeft maar een of andere gifkikker op te zijn. De boel komt verstoren. Maar dan verwacht ik, net zoals op ons huwelijk, dat we een cordon van kracht... Gebeurt niet. En middenstandersmentaliteit komt er niet in. Kun je van overtuigd zijn, het gebeurt niet. Het huis waar we bijeenkomen, dat is in de 18e eeuw gebouwd door een bankier van de firma Mees Hopen. En die werd verdreven door de Franse Revolutie. Is toen het is ook provinciehuis? Ja, nou, daar waren we. Dat is prachtig. Waar de gedeputeerde staten... Daar waren we 2 weken geleden een hoorzitting. Zat Ruigoord, in die prachtige zaal. En die banken werden weggehaald voor konden de Willem van de Vrees. Konden we ons zegje doen, Maar jullie zijn toch stelten? Met Willem Arondeus wandschildering aan de muur. Die grote tapijten van Willem Arondeus. Al die tapijten en een andere zaal ernaast, al die enorme mythische schilderingen. Prachtig. Daar is deze bijeenkomst. Halleluja, beneden de exercitie. Maar je hoeft geen moment te twijfelen, dit wordt waarde. Dat weet ik ook wel, maar het is maar duidelijk gezegd is. Ja. We gaan er een feestje van maken en dan moet je later je voordeel doen. Ja, zeker. Maar het was gewoon even grappig dat van Kemenade met Simons boek en dat Simon een maand later ons boek. Dat is gewoon, dat is een prachtig toeval. Ik vind, daar moet je ook niet negatief over doen. Dan moet je zeggen, kun je om kunnen lachen van wauw, kijk, dit is wat ons toevalt. Nou, ik weet niet of je gelezen hebt wat ik voor het boek geschreven heb van Aja en Ted. En het is zo'n... Een hele goede tekst. Het is een goede tekst, maar... Het is een volkomen onbestemde toekomst. Heb je gelezen de tekst? Nee. Ja. Niets is verder dan een onbestemde toekomst, heeft Hans een uurtje geleden gezegd. Ja, precies. De natural state. Nou ja, wij zouden het er ook vreemd vinden als we wisten dat we hier weg zouden moeten, zeg. Ik bedoel, dit is de beste manier om te illustreren dat ik altijd zeg, onze agenda is bij voorkeur leeg. Ja. Dat betekent, zeg ik, dan tegen deze jongetjes ook hier, dat
op ieder moment dat iets leuks zich aandient, dat je er klaar voor bent. Ja. En bijvoorbeeld stel je voor als wij nu om 4 uur hadden afgesproken omdat onze huisbazin vandaag toevallig jarig is. Dan hadden we moeten zeggen van spijtig ja, jongens. Zeker. Lieve Luc, lieve Erik, lieve Hans, maar wij hebben afspraken. Absoluut. Maar wij zijn vrije mensen. Ja, maar dat, is, dat ben ik voorkomen met je eens. Ik val ook nooit zomaar ergens binnen. Geen telefoon. Jippie! Nou, hij is een van de weinige mensen die de heer Samer met zijn mystère... Die dat... Dat is een van de weinige. Hij is wel eerder hier binnengelopen. Ja, 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 weet zeker. Niet, wanneer was het? Wanneer was Timothy Leary dood? Of, ja. Wij hebben in pand voor hem nog precies beschreven... al die massa's chemicaliën die hij tot zich nam in zijn laatste week. Heb je het verhaal ook wel gelezen, hè? God allemaal. Op het internet, hè? Ja, nou, dat, nee, dat stond op de Maps Bulletin ook. Op het internet. Oh ja, is er allemaal niet gebeurd, zeg. Ja, er stond op zijn dagelijks hoeveelheid tranquilizers. Ja, maar wij hebben het uit een verhaal van iemand die erbij was geweest en het had opgeschreven ook. Ja, ja. Nou, misschien stond hetzelfde verhaal wel op internet. Ik weet het nog. Mag ik een gedichtje voorlezen? Ja, graag. Ja. Het gedicht heet Nergens. En het staat in mijn nieuwe bundel, Vreugdevuur. En het vreugdevuur komt natuurlijk van het dansen op de vulkaan. Want af en toe komt die vulkaan tot uitbarsting. En een van die gezichten zeg ik ook, je leven is een vuurwerk of het is het niet. We weten dat het is. Even een flits van licht tussen twee duisternissen in, waarvan we maar heel weinig weten. En ook dat zijn geen originele ideeën, want het is al eerder gezegd en bedacht. Nergens. De geest geven. Niet langer het leven met al wat kleurrijk overal rondom beweegt. Op en neer, heen en weer, ver en dichtbij, jij en ik, vriend en verwant, in het niets beland. Die andere band met wat nulpuntenergie heet, van oerkracht en ontspringen weet. Luister, je hart slaat, de tamboer van de regelmaat. Nog altijd woord en daad. Eten dat op tafel staat. Hm. Dat vind ik een heerlijk simpel gedicht, zeg. Prachtig. Ja. Kijk. Je komt er helemaal in. Heel mooi, heel mooi. Wat? Ja, is het ontroerend. Ja. Ontroerend. Want bij Opium Radio vroeg de presentatrice Simon, ik wil dat je één gedicht voorlezen. Het was dit. Het was voor het eerst dat ik het voorlas, of eigenlijk voor de tweede keer. Ik heb namelijk gezegd, dit zijn geen voorleesgedichten. Dit zijn is wat anders dan die boodschappen, die lange dingen die ik de wereld instuur. Dit zijn s'nachts opstaan. Dat is heel erg mooi. En even. Dat is heel erg mooi. Iemand heeft tekeningen tegenover de gedichten gezet. Met dan de titel van de tekeningen achterop. Dit heet Op weg naar onzichtbaarheid. Ha. Want we zijn allemaal op weg naar onzichtbaarheid. Ja, van hoe moeten dan de generaties na u? En wat zullen dit en dat? Ja, nou, ik schrijf voor mijn tijdgenoten, je schrijft voor de mensen. Ja, wie schrijft die blijft? Wie schrijft die blijft, ja. Als je wil. Het nog in deze tijd, dichters, heren dichters. Wat? Het gedicht? Ja, echt gedicht. Alle tijden geweest. Waar zouden we zijn zonder Homerus, zonder Milton, zonder Dante? Af en toe een paar oude verhalen opnieuw vertellen in eigen tijdse vormgeving. Met alles wat er omheen hangt. Het dagelijkse neukje. Het is altijd eenvoudig geweest. Ik heb het ook gezegd. Ja, de nevelen van de geschiedenis. Mensen hebben mythes nodig. Sommige mensen bereiken iets. Ja, u bent meer een fenomeen dan een dichter. Zo wordt. Het is het levensbloed van de geest. Het is de levende. Je bent de bezieling van het hele gebeuren. Ja. Overal zie jij ziel waar mensen zielloos rondleven. En dan
denken ze anorganisch en organisch. Terwijl jij weet dat alles leeft, bij wijze van spreken. Dat het allemaal een elektronendans is en dat het overal tegelijk kan zijn. En dat, dan worden die mensen als Sheldrake en zo worden belachelijk gemaakt. Maar ondertussen zijn ze toch bezig met de meest interessante plooien in de geschiedenis. Het dichterschap is een staat van zijn. Ja. En het is een staat van zijn, een staat van werkelijkheid beleven. Het is een staat van betovering, van verwondering, van achter de dingen kijken. En dat slaat nu en dan neer in een gedicht. Bij sommige mensen, bij Elschot in 20 gedichten en toch, paf, daar staat het. En, ja. En bij Nesquio in zoveel weinig bladzijden en bij Sappho in zo'n dun boekje. En toch staat het er. Dat is een neerslag van een staat van zijn. En die staat van zijn is heilig. Het zijn eigenlijk, ja, wat in andere werelden mensen waren, die, ja... Verder kijken dan... Nou ja, Dante laat je toch even in de Divine Comedie. Voer toch even de mensen aan de hand van klassieke schrijvers. Ja. Langs de Lauteringsberg en het Vage Vuur. En het is een staat van zijn. Zwedenburg. Ja. Ik vind dat Simon, trouwens, laten we even wel zijn. Simon heeft voor mij een van de grootste geesten en dichters van deze tijd. Ach, ja, dat is wat ik bedoel. En dat zei ik net Guru. En dat Guru, dat wil ik met een korrel zout nemen, want helemaal niet. Maar als er op de wereld voor mij, dan zijn het People of the Mad Wisdom, Allen Ginsberg. En in wezen jij ook, Luc Sala en Edith. En mijn vrienden Gerben en Theo Kleij. Dat zijn mijn goeroes en dat is wat ik bedoel. En kan je goeroe zijn. En, het en, kan en, ook. En, maar en, ik... en een vogeltje dat zijn dat een jongen... Oh, ja, daar komt hij wel. Ja. Maar Jean Schadekamp, ken je Jean Schadekamp? Alleen van naam. Ja. Van naam. Ja. Maar dichters, kinderen, schoolkinderen, anno 2000... Ik ken Oliver Stone. Oh ja, denk ik maar niet Roland Holst. Roland Holst had zijn tijd en krijgt zijn tijd misschien ook weer. Kennen wel allemaal Jules Deelder. En ze kennen zo'n dichter uit zo'n film die dan plotseling, het is het W.H. Auden, wordt dan plotseling populair. Want ja, met een grafgedicht. Ja, met het grafgedicht. Dus dan leest plotseling iedereen Auden, die een paar prachtige gedichten heeft geschreven. Onder andere, the center that I cannot find is known to my unconscious mind. There is no reason to despair, because I am already there. Mm. Ja. In mijn eerste boek heb ik een Engels dichter, wil ik ook best even laten horen. Voor het zijn piekervaringen. Voor onze Engelstalige. Ik wist wel wat ik ook schreef, wat voor ellende ook. Prachtig. Gerald Manley Hopkins. Ja, not, I'll not carry and comfort, despair, not feast, envy, not untwist, slack, they may be the last strands of man in me, or most weary cry, I can no more, I can something, hope, wish, they come, not choose, not to be. Gerald Manley Hopkins, Jesuit, 1870, nou, reken maar. En er zit er meer, ik hou van citaten natuurlijk. Want hier heb ik er ook een van James Joyce, vind ik ook een goeie. Daar staat hij hier. Wacht even, hubbel de bub. Every life is many days, day after day. We walk through ourselves, meeting robbers, giants, old men, young men, wives, widows, brothers in love, but always meeting ourselves. Ja. Uit Ulysses van Joyce. En Calvino is te moeilijk om voor te lezen. Dat is een goeie. In het Engels, ja. Calvino, of in het Nederlands? In het Nederlands wel. Ja. Wil jij hem voorlezen? Misschien in het Engels moeten doen. Nee, hij was al in het Nederlands vertaald toen ik het las. Calvino, ja. Maar jij zei dat je hem niet begreep de eerste keer toen ik hem voorlezen. Uit een boekje dat heet Zes Memo's voor het volgende millennium, 1991. Ik ga even een whisky halen. Het volgende millennium. Als ik een symbool zou moeten kiezen voor de manier waarop ik wens dat we het nieuwe millennium onder ogen treden, dan zou ik dit beeld nemen. De onverwachte, lichte sprong van de dichter-filosoof. Die zich verheft boven de zwaarte van de wereld. En daarmee aantoont dat zijn zwaarwichtigheid het geheim van de lichtheid bevat. Terwijl datgene wat velen beschouwen als de levenskracht van alle tijden, het lawaaiige, agressieve, dreunende en razende, in feite behoort tot het rijk van de dood. Als een kerkhof van verwoeste autowrakken. Ik begrijp hem. Ja, ik nu ook. Maar het is niet... Maar ik begrijp niet waarom die er staat. Nou, ik denk vooral vanwege het eerste stuk. Dan zou ik dit beeld nemen. De onverwachte lichte sprong van de dichter-filosoof. Die zich verheft boven de... Maar in stilte. Die zich verheft boven de zwaarte van de wereld.
en daarmee aantoont dat zijn zwaarwichtigheid het geheim van de lichtheid bevat. Daar zou ik een punt gezet hebben. Ja, en dan krijg je, ik ben het heel met je eens, dat, dat gestierige brul en blablab, wat dat mensen als levenskracht beschouwen, ja, dat slaat nergens op, maar goed. Dit is in Japan op dit moment een tentoonstelling, Tokio. The Portable Sacred Grounds. Een waanzinnig instituut, ik heb nog een brief ook. En dit is de tentoonstelling van Tjebbe van Tijen in het Tropeninstituut over neo-shamanisme. Dat zijn allemaal Nederlandse neo-shamanistische technieken. En hij staat hier ergens en dan is hij aan het drummen in het Tropeninstituut. En dit, zo onderscheidt hij met deze symbooltjes de verschillende neo-shamanistische aangelegenheden. Ik heb het zeker gezien, de tentoonstelling. Het is een prachtige tentoonstelling, vond ik hoor. Dit vind ik zo interessant. Ik weet dat heel veel mensen zeggen van ja, het is... Mensen zou je moeten gaan opzoeken. Nou, veel mensen zeggen ja, het is niks. En, maar ik vond het heel interessant en ik vond het heel positief. Ook dat de link gelegd werd met de moderne interesse in paddenstoelen. Hoe? Ja, hoe eenvoudig. Dat vond ik toch leuk, want het, daarmee werd het werd de paddenstoelen zoeken. Bespreekbaar. Bespreekbaar en in een cultureel kader gezet. En tot zin van ja, dat deden ze vroeger ook. En toen was het shamanisme, toen was het heksen. En namen ze paddenstoeltjes om. Dus ik vond het, dat vond ik op zichzelf heel leuk. Maar ik hoorde weer een heleboel mensen die dan alles van paddenstoelen weten. Die zeiden van ja, het was zo klungelig. Maar ja, ik vind, dat vind ik ook flauw. Ja. Je kunt niet meteen verwachten dat dan in zo'n context waar het een hele bescheiden rol is en waar het leuk is dat het... Waar bedoel je? Nou, in deze tentoonstelling over die paddenstoelen. Dat wat ik leuk vond, dat ze lieten zien, de rol van de vliegenzwam. Vond ik ontzettend leuk, en die kabouters. Maar er waren heel veel mensen die zich dan paddenstoelen-expert noemden, die zeiden, nou dat was triviaal. Dat vond ik niet kinderen. Nee, ach ja, wie is dat paddenstoelen? Ik vond het helemaal te dol dat ze inderdaad van die oude poppen uit Siberië, die heel oud zijn. Ja. Nee, maar prachtig. Dat nog iemand zei van, we moeten die jongens neutraliseren voor de zieken. Ja, dank van Kampenhout. Hij heeft daar een mooi stuk in Bres over geschreven. Dat vond ik heel leuk. Maar hij droomde dus en zag toen wat hij de volgende ochtend op die tentoonstelling zou tegenkomen. Ja. En ik geloof erin hoor. Ik bedoel. Ik heb eens gelezen, Roel van Duin zag ik pas jaren na de hand begreep ik dat Robert Jasper Grootveld een stadsshamaan was. Terwijl hij wel altijd lekker meeging naar de rituelen elke zaterdagavond om daar zijn profetjes uit te delen en mee te doen aan de volksvreugde. Ach ja, het is toch interessant dat het allemaal in Amsterdam heeft mogen plaatsvinden. Het is toch echt een carrefour waaruit het alle windstreken. Wij waren toch altijd al in de Gouden Eeuw. De etalage van alles wat je in verre exotische gebieden kon vinden. Het is het Alexandrië van wat Alexandrië in de delta van de Nijl was. Ja, en, zoiets, Zo is dus Amsterdam in de het delta. Het mag allemaal naar binnen, dat vind ik. Ik wil eventjes een schone tafel maken. Ja. En dit komt allemaal van je uit, hè? Ja. Echt waar? Het is er allemaal achter de rug gelegen ook. Nu mag ik opnieuw beginnen. Bah, het schreef onderaan, Paul van der Saaien onderaan zijn gedichten. Ik wil bloot zijn en opnieuw beginnen. Want het is het toch, ik bedoel, op je lauwe rusten zit er niet bij in dit beroep waar je gewoon altijd aan het werk moet blijven. Gewoon om je dagelijkse boterham te verdienen. Zeker. Maar het is wel leuk ook. Het is, het gaat op een gegeven moment, heb jij ook gemerkt, hè? Dat het op een gegeven moment, als je zodra je er geen zorgen meer maakt, zijn de zorgen voorbij. Absoluut. Toen ik Edith pas leerde kennen, was ik altijd met vertalingen bezig. En ze zag op een gegeven moment dat ik het met min of meer tegenzin deed. Hou er toch mee op met die vertalingen. Ik denk, waar moet het geld? En dat ging dus ook vanzelf, blijkbaar. Ja. Ik ben altijd geplaagd door belastingschulden. En ik betaalde heel veel geld aan mijn belastingaccountant. En toen ging die dood, die goede man. En zijn opvolger die deed het zo mis dat er opeens overal werd beslag opgelegd. Bij Bres werd er afgehaald. En mijn hele 10.000 gulden per jaar erengeld ging in plaats van de helft in zijn geheel weg. Toen zei hij, dan ga ik de belastingen doen. En ze heeft het binnen een half jaar geregeld. En ik ben tot en met 1998 bij. Hoe kan het opeens? De wonden zijn gewoon de wieren niet uit. Dat is ook magie. Dat is ook magie. Het begin. Dat is mijn enige magie, zei Gurdjieff, is doen. Ja, al die mensen zeggen, doen. Wat is action. Doen. De enige magie is dat vind doen. Ik ook. Dat is het ook. Ja. En hij noemt het mysterie en jij noemt het Amsterdam Beloggenschapsraad. En hier hebben ze het buitenzorg genoemd, dat vind ik ook. Sans Souci, zo heten al die paradijselijke luststaffen, lusthoven. En de rol van de verbeelding. En de marihuana. En de marihuana. Ja, goed, dat is verbeeldings... Ik had gisteren voor de puntjes op de i, had ik Peter van Brummelen nog aan de telefoon bij Bres. Wie? Peter van Brummelen ben ik mee voor het parool op stap geweest. En morgen in NPS komt er. En hij wou nog wat puntjes op de i zeggen. En de Tweede Kamer waren we binnen geweest. Als ik daar de menukaart bestudeer en wat koop.
En ik vertel hem hoe ik voor het eerst ongetutteld. Hij zegt, wat deed het je nou, hè, die marihuana? Ik zeg, tingelingelingeling. Hij zegt, oh, dat komt, dat zet ik erboven. Simon Vinkenoog is 70 jaar. En hier in Haarlem waren enorm veel mensen gekomen om hem daar geluk mee te wensen. Maar als Simon een koning is van het hart, dan is hij iemand die heel veel weet van de kennis van het hart. En dat is professor Quispel. Iemand die Simon Vinkenoog in de loop der jaren natuurlijk vele malen heeft ontmoet. Professor Quispel, wat vond u van vandaag? Ik vond het een heerlijke dag. Vooral omdat Simon nerveus was. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat hij een beetje zenuwachtig was of het wel zou slagen. En hij heeft met heel veel egards behandeld, alsof het heel bijzonder was dat ik kwam. Maar voor hem moet een grote voldoening zijn dat hij nu op deze leeftijd dus ziet dat hij voor veel mensen heel veel betekend heeft. En misschien mag ik zeggen hoe hij mijn hart gewonnen heeft. Dat was een hele tijd geleden. Toen was er hier in Amsterdam een televisievoorstelling over de dood van God. En toen kwam Simon, die kwam in beeld en hij is televisiegeniek. En die zei, waar hebben jullie het toch over? God is een realiteit. Het enige wat we moeten doen is voor de vrede werken. En dat was zo weldadig dat hij daardoor zich voor mij heeft ingenomen. En sindsdien hebben we veel contact, omdat ik me interesseer voor dingen waar hij zich ook voor interesseert. En ik heb meegemaakt hoe buitengewoon taalgevoelig hij is. Ik heb eens een keer een woord gemaakt en dat heette ketterkunde. En daar was Simon enthousiast over. En die nam het gelijk over. En dan hoop ik op deze dag dat het hem vergund zal zijn dat dat woord ketterkunde, dat dat in de grote vandalen komt. Want aan de ketterij en aan de ketterkunde is de toekomst. Dat moet je even uitleggen. Ketter, het woord ketters in het Nederlands komt van Kataren. Dat waren mensen die in de 11e, 12e eeuw hun eigen godsbeleving nastreefden. En de kerk was daar niet voor. Nee. Maar dat waren christenen. Dat waren hele goede christenen. Ze leefden dus in volstrekte geweldloosheid. Ondanks al die oorlogen die tegen hen gevoerd werden, is er nooit een Kataar geweest die een katholiek heeft gedood. Ja, dus wat dat betreft heeft Simon Vinkenoog baanbrekend werk gedaan. Maar ook heeft hij wel die mensen te kakken gezet. Die dachten dat het met de religie afgelopen was, want dat is helemaal niet waar. De mensen op het ogenblik zijn religieuzer dan ze ooit geweest zijn. Ja, dat is toch ook goed. Ja, een gek kikkerlandje. Ja. Het is nog wel niet meer Le Calme Plat, waar absoluut niks gebeurde. Toen ik en andere mensen met mij eind jaren 40 deze stad ontvluchten, was het omdat die vader, moeder, knekelhuis, groots en met slepend wil ik leven. De verstikking van je huiselijke omgeving was ook het land zelf. Ik herinner me Amsterdam ook uit de jaren 50 dat ik opgroeide. De Churchilllaan, de doodstille, de gordijntjes die bewogen. Allemaal nog saai hoor. Ja, het was dood en doodsaai. Maar ik moet zeggen, toen ik na mijn 8 jaar Parijs zelf dus d'Alembert terugkwam. Nou, er groeide iets onder, er was iets ondergronds bezig. Al was alleen maar dat ik al die jonge marihuana rokende, bebop dansende jongens in de Lucky's daar ontmoette. En Ilse, die toch ook 8 jaar jonger was dan ik, met haar vriendjes van haar leeftijd. Ja, heerlijk. Dus dat was toen, het is allemaal precies goed gegaan. Je hoeft nergens spijt van te hebben. Oh nee, zeker. Laat dat de eindconclusie zijn van elk interview. Dat elke dichter aan elk medium ter wereld geeft. Alles gaat zoals het gaan moet. En zo het is het goed. En geniet. Geniet. Geniet zoveel weet je wat kunt. Je ziet. Ja. En je moet soms om het hoekje halen, hè? Net als engeltjes om het hoekje kunnen kijken. Hoor. Dank u, heren dichters. Ja, we waren bevlogen, hè? En het ging nog vanzelf ook, hè? Ja. Maar we werden ook, God Bacchus,
begenadigen ons rondom hier. Hier komen 100 kilo druiven aan. Oh ja? En Boobie Raaf maakt daar Mare d'Inor van. Oh ja? Ja, zeker. Dat is... Dan komt hier... Hoe smaakt hij Mare d'Inor? Ja, Mare d'Inor. Je hebt er niet meer. Wat? Mare d'Inor. Of nee, het is voor het eerst? Nee. Nee, dat heeft hij drie heeft jaar al gedaan. Aha. Ja. Vorig jaar is de oogst mislukt, jammer genoeg. Hopelijk. Bij mij ook. Ja, bij veel mensen. Druivenoogst is mislukt. Vorig jaar was een heel slecht oogstjaar, hoorde van Boobie, ja. Nou, wij knippen dus deze keren even niets. Voorlopig. Nee, ik ook en, niet. Precies. Want ik knipte na de tweede tros was begeleerd, maar misschien moet je dat op een later moment doen. En eerst wil je toch ook dat ik lekker een dak zal ontstaan. En ik heb hem uitgebreid, ik ben aan de zijkant van het huis en achter het huis ben ik takken aan het leiden. Want dat is het leuke van het plantje. Deze kampenvoeling moet ik ook de hoogte inleiden, anders houdt hier allemaal zo al die staken zo hangen. Oh lekker, hij zal eruit hè? Ja, hij komt eraan. Ja. Ja. Oh, ik zou nooit meer zonder tuin kunnen leven, nee, weet je dat? Nee. Hans, ik zou dan nooit... komen we mooi hier. Hier. Amor. Je bel of niet? Zet tot zo op je gaat. Nou, je ziet, we vertrouwen onze buren. Hè? Drie, vier kappels die hier dus de hele zomer wonen. We kennen elkaar goed en goed verspreid. Die klimatische inverterenboom die het niet meer doet, maar die prachtig diep als onderstuk in de paarse klimatisch. En het kleine bondshotel met één kamer. Je bent binnen geweest hoorde ik, hè? Of niet? Ben je er geweest? Nee. Nee? Nee. Luc zei dat, die er kwijt. Cameraman. Hans, kom even kijken. Sorry to raise my voice for a few moments against your chitter chatter, which is lovely. I might tell you I've been smoking marijuana for a long number of times, decades, actually 1952. I lived in Paris in the old Halle. In the middle of the night, some American joint went around. What is this? Cowboy tobacco. And I've smoked with a lot of pleasure marijuana since. Since I'm a writer, I have no secrets. I've never made a secret of my smoking marijuana. That's why I had the incredible privilege of spending 6 weeks in jail. And I tell you, be glad you're not in jail. This is long time history. I've written a lot of poems for marijuana. I have a hemp cap, but I've never written poems for hemp beer, hemp savon, hemp noodles, hemp sweets, hemp papel, hemp sape, hemp sweets, hemp what else? But als er mensen zijn die zingen, niet omdat ze dat willen, maar omdat er een stem in hen oprijst, zo zijn er ook mensen die geloven. Niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen. Abel Hertzberg, the Jewish philosopher, writer. As there are people who sing, not because they want, but because a voice raises in them, so there are people who believe. Not out of fear and in expecting a reward, but because of their being who they are, they can be anything else. Geloven, real believers. And what do we believe in? I believe in Julian Beck's Living Theater, and I'll give you the ninth song of the revolution by Julian Beck in Dutch, and the English will show up next day. Niet geïnteresseerd in het legaliseren van marihuana. Niet geïnteresseerd in de benoeming van een betere politiecommissaris. We hebben geen beperkende wetgeving nodig. Het gaat er niet om dat niemand moordt. Het gaat erom dat iedereen leeft. Geen zin de wetten te verbeteren. Een mythe dat de wet verbeterd kan worden. Een mythe dat de wet iets met recht te maken heeft. De wet versterkt het systeem en het systeem is niet rechtvaardig. We hebben geen recht nodig, we hebben leven nodig. Het recht velt vonnissen.
ten gunste van gezag en bezit. Het recht is binnen het systeem de illusie van een volk dat bang iets is voor zichzelf te doen. Dat bang is iets voor zichzelf te doen. En het is het systeem dat ons bang maakt voor elkaar. Het is het systeem dat ons hebzuchtig en belust tot bezit maakt. Het is het systeem dat de wet nodig heeft. Ik wil een einde aan de doodstraf. Omdat alles wat we kunnen doen om het moorden te stoppen en het leven te verlengen, eerst komt. Maar ik wil de marihuana-wetgeving niet veranderen. Ik wil die blijven breken. Ik wil de wet breken. Die op de rotsen werpen om het uiteenspatten van de stukken te zien. Maar ja, de oplossing van de illusie. Ik wil de wet breken. Ik wil onze vrijheid. O.S. Die is Lawrence, het said one day. If you make a revolution, make it for fun. Don't make it in ghastly seriousness. Don't do it in deadly earnest. Do it for fun. Don't do it because you hate people. Do it just to spit in their eye. Don't do it for the money. Do it and be damned to the money. Don't do it for equality. Do it because we've got too much equality. And it would be fun to upset the apple cart and see which way the apples would go a-rolling. Don't do it for the working classes. Do it so that we can all of us be little aristocracies on our own and kick our heels like jelly escaped asses. Don't do it for international labor. Labor is the one thing a man has had too much of. Let's abolish labor. Let's have done with laboring. Work can be fun and man can enjoy it. Then it's not labor. Let's have it so. Let's make a revolution for fun. Hemp, hemp, hooray! Says the captain in the moonlight. Finnegan's Wake, page 495. James Joyce, Finnegan's Wake, underlined in my copies to have to bring along in the sun. Hemp, hemp, hooray, says the captain in the moonlight. Hemp, hemp, hooray! Hemp, hemp, hooray! Yay. And there's another sword in this room. This is from Ralph Waldo Emerson. Hemp beer, as you know. That I drinking this shall hear far chaos talk with me. Kings unborn shall walk with me. And the poor grass shall plot and plan what it will do when it is man. Quick and so will I unlock every rock. Poem for Bacchus, Ralph Waldo Emerson. Werkkamer. Ja. Nou, dit was toch leuk, zeg. Hey, hallo, zeg. Ja, tot vrijdag. Ken de man, ken de man aan de werkkamer. Spontaan zijn. Ja, heerlijk. Dank je, meneer. Lieve Hans. I love you. Dank je wel, Erik. We zijn weer alweer. Fijne middag. Ik ga weer even naar mijn eigen, eigen paradijsje terug. Hey. Ja. Adios. Dag. Dag.
Ik ben wel mevrouw van Belkamp. En dat spijt me alle mensen. In mijn dagelijks leven als Deborah Wolf, adviseur van de ABN AMRO Kunststichting, word ik wel eens gevraagd Anton Johnson te openen, aan een symposium mee te doen of in een jury te zitten. Om allerlei redenen is mijn stevigste antwoord, dank u, nee. Toen ik gevraagd werd het eerste exemplaar van de heruitgave van Simon Vinkenoog aan de heer van Kemenade te overhandigen, in de plaats van mijn verhinderde echtgenoot, antwoordde ik tot mijn eigen verbazing, na eerst nee meteen ja. Waardoor? In het najaar van 1959 verhuisde ik naar Cincinnati, Ohio, naar Amsterdam. Ik kende geen woord Nederlands, maar al heel gauw de namen van Simon Vinkenoog en van Wempelkamp. Mijn leven met Wempel is te lang om hier aan toe te doen. Mijn leven met Simon is wel even lang, maar dan op een afstand en met lange tussenpozen. Vele jaren wist hij niet van mijn bestaan, terwijl ik hem las en zag, maar bovenal zijn stem hoorde. Als sleutelfiguur van een generatie die niet alleen maar mijn leven zou beïnvloeden voor de volgende 39 jaar, was hij voor mij een soort vlag die wapperend voorop liep met een niet aflatende drang. Door hem heb ik jaren geleden op een feest in de kunstverzameling in Henking, ooit de Jimmy Hendrix en toen ik als galeriemeisje bij Felix Falk van de Keizersgracht in het huis van Dennis Bensma werkte, hield Simon daar een aantal weken spreekuur waar hij de galerie had ingericht met zijn eigen archief, zijn knipsels, zijn plakboeken. Er was niets te koop, als ik het mee goed herinner, en dat maakte grote indruk op mij en op de bezoekers. Ook kwam ik hem regelmatig tegen bij het lievertje aan de Spaar, waar wij allen uggen kuchten en natuurlijk achter de kruiwagen van Oud Veldhoen aanholden. In 1966 poëzie in Carré. Vele jaren Poetry International Rotterdam. Ik was heel blij om op het huwelijksfeest uit de Noord te zijn in 1989 met de mooie Edith Fernanda, zijn laatste en gelukkigste huwelijk. En voor mij een hoogtepunt was de reis die Edith en Simon en Remco en ik en nog een heleboel andere mensen naar Indonesië maakten in 1995. Als iemand mij in 1959 voorspeld had dat ik in 1998 in de schoenen van Wempo zou staan, en Simon Vinkenoog aan de commissaris van de koningin zou overhandigen, had ik hem voor gek verklaard. Drie vliegen in één klap. Het is meer hier. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, moet ik eerlijk zeggen,
zijn werk in ontvangst te nemen. Een man, schrijver, kunstenaar, dichter, die ook zozeer met andere symbolen is geweest van vele nieuwe ontwikkelingen in de 60e jaren. En ik voel me daar zeer mee verwant, moet ik weer eens zeggen. Een deel met de kunstzinnige ontwikkelingen voor een belangrijk deel met de politieke ontwikkelingen, want ja, dat was nog helemaal de positie waarin ik me toen bevond. En ik vind het ook heel bijzonder dat u alle hier de heruitgave van deze boeken wilt zijn op het provinciehuis en in deze zaal, die op zichzelf zo'n grote historische betekenis hebben. Er is ook heel kort al een en ander verteld daarover, maar het is eigenlijk prachtig dat de heruitgave van de boeken van Simon Vinkenhoven kan plaatsvinden in dit gebouw, dat in de voor de Franse Revolutie al door de bankier Hopen is neergezet voor zijn kunstverzameling. Nou, die man wilde een buitenhuisje. Dat heeft hij dus ook gekregen. Je ziet dan toch nog dat dat soort buizenhuisjes fantastische stijl kunnen hebben en de ambiance kunnen zijn voor deze heruitgave en voor de herleving van deze kunstzinnen. Hartelijk dank voor de aanbieding en hartelijk dank voor het boek zelf, wat ik opnieuw met genoegen zal lezen. Dank u wel. Dames en heren, het is voor een provinciaal ambtenaar natuurlijk altijd fantastisch om tegen zijn hoogste baas te kunnen zeggen over 3 weken schriftelijke overhoring. En we spreken elkaar hopelijk na de zomer nog wel in de Het boek, hoop ik, zal volgend jaar Simon op de lijsten brengen van alle middelbare scholen. Al die mensen die het nog steeds niet gelezen hebben, die kunnen dat nu inhalen. Dat kunnen we niet meer. Wel nu, het feest voor Simon Vinkenhoven is geen feest zonder Simon Vinkenhoven. Vandaar nu de meester zelf. Voor hem past niet wat wij hier gekracht hebben te doen in die beschrijving van de tijd die de meester, maar de meester toont zich hier en presenteert wederom een boek, maar nu een Simon. Kom maar, ik ga wel even vast. Je weet het niet. Jongens, mag ik u vriendelijk verzoeken? Ga even spelen aan de hand. Als je bent tot in het leven, je toch alleen maar hebt te maken met mensen met wie je direct contact hebt. Al die andere media, zeg maar. Bovendien is het ook heerlijk als het kleine kinderen aan het luchtigen zijn. Als we ook bij een gezet hebben in de begin jaren 60 bij wijze van spreken in de kapsalon van Mario, dat ik mevrouw Hedy Dancona nog eens 30 jaar later het boek, langer dan dat, 40 jaar later het boek hebben overhandigd, waarin ik 30 jaar lang ze hebben meegewerkt aan een tijdschrift dat nog niet bestond, zou men mij voor gek hebben verklaard. Het heeft me inderdaad een aantal keren. Het is niet overgekomen of wel overgekomen. In elk geval leven we in een samenleving die zelf gek genoeg is om een aantal gekke binnensporen te kunnen hebben. Ik geloof ook dat alle deviants tezamen, alle marginalen, alle mensen die als een beetje buitenstaande ten opzichte van de maatschappij staan, iets bijzonders hebben aan te brengen dan dat het anders is dan de apathie of de lethargie van wat men de massa noemt, de massamens, de doorse mens, die trouwens ook niet bestaat. In elk geval. Hier sta ik en ik heb gelezen bij Piet Grijs in Vrij Nederland dat zij onze toekomstige minister van cultuur is. Op dit moment, Hedy Dancona, mag ik jou dit boek, dat de vrucht is van 30 jaar nadenken, overhandigen. Omdat ik dacht, ik ben toch ook iets met cultuur, politiek en politieke Europarlement en al. En dat doe ik me genoegen kijken, de provinciaal valt wel mee. Simon, ik had eigenlijk gerekend dat jij dit nog wat uitvoerig zou inleiden. Nou, zou ik dat doen. Misschien kom je er wel op terug, maar nu ik het dus heb en niet meer teruggeef, wil ik toch wel een paar regels tegen je zeggen. In de eerste plaats heb ik natuurlijk een ontzettend leuke, feestelijke gebeurtenis vind dat wij die elkaar zo lang kennen, elkaar enige afstand soms van nabij in de gaten houden en jouw 70ste verjaardag
in zo'n ongelooflijk, zo'n prachtige en zo'n deftige ambiance. Je moet weten waar ik van mijn leven is. Ik weet het, ik heb een flauw gemoed. Ik vind het voor dit moment nou heel overweldigend. Vorige week zaterdag werd het Vinkenoogjaar ingeluid met de opening van de tentoonstelling in een bescheiden, maar een smaakvolle galerie in Amsterdam. En deze zaterdag hier, terwijl hij over een maand, 18 juni, was echt jarig. Aan de ene kant, als Simon zegt, ik vind het leuk om het aan Hedy te geven, want wij ontmoeten elkaar 35, 37 jaar geleden in de kassel van Mario. Dan is dat... Met LSD of ontbijt? En ik lees graag uit deze bundel het gedicht Nergens voor. De geest geven. Niet langer leven met al wat kleurrijk overal rondom beweegt. Op en neer, heen en weer, ver en dichtbij, jij en ik, vriend en verwant. In het niets beland, die andere band, met wat nulpunt energie heet, van oerkracht en ontspringen weet. Luister je hart slaat, de tamboer van de regelmaat. Nog altijd woord en daad. En eten dat op tafel staat. Ik dank u allemaal ontzettend hartelijk zijn gekomen. Ik vind het heerlijk. In Amerika heten ze performing poets. In Nederland heten ze Vinkenoog een deelder. Jij bent wel te vergelijken met Simon in die zin. Nou, we treden alle twee op, ja. Ja. En er zijn er natuurlijk nog wel meer. Johnny was er een en Bartje Bot en zo. Maar inderdaad, dat is een overeenkomst, ja. En we praten vlug. Zowel hij als ik. Dat is absoluut een overeenkomst. En Simon heeft mij in de tijd... Natuurlijk mijn start gegeven in mijn poëzie in Carré, hè? En Simon is een levende legende, laat ik het zo maar zeggen. Je hebt ook met Simon gereisd, hè? Ja.
ben een keer met hem naar Amerika geweest. Dat was ook heel... daar hebben we ook nog iets heel moois meegemaakt. Dat ik kan me herinneren dat wij liepen op het strand daar bij Venice, weet je wel. Bij L.A. Bij Los Angeles. Ja, en we liepen daar zo en het was wat later in de middag. En die, ja, die Californische zon die je daar kan hebben, die, dat vreemde licht. En die zon die stond dus daar. Wij lopen zo naast elkaar, met elkaar te praten, dicht bij elkaar. Komt er ineens uit die zon, komt er een, ja, zo'n meeuw, weet je wel. Die je dus, ja, dat weet je van die oorlogsvliegers. Als je uit de zon komt, dan zie je het niet. Dus, en die komt zo uit die zon op ons af en die vliegt zo tussen onze twee hoofddoelen. En die raakte tegelijkertijd... Met zijn ene vleugel het hoofd van Simon, met zijn andere vleugel mijn hoofd, weet je wel. En verdween zo weer achter ons. Toen zei ik ook tegen Simon van, ik zeg, Simon, jij weet over dit soort zaken altijd zo. Ik zeg, leg jij dit nou maar eens uit. Maar toen was er een van de momenten dat ook Simon er even het zwijgen toe deed. Dat zal ik nooit vergeten, ja. Dat was een mooi moment. Gisteren zaten we te praten met Hans Plomp. Die vertelde over die reis. Ik was er ook bij, ja. En die zei, Jules, die had... Allerlei mooie pakken wist hij daar te versieren. Ja, ik heb daar nog wel bij de... Ja, wat hier zou ik noemen het Leger des Heils of zoiets. Maar daar hebben ze dan af en toe van die... En die worden dan verkocht, weet je wel. Daar heb ik nog wel een mooi groen pak gescoord toen. Ja, dat klopt. Dat onthouden. Dat contact met die wereld, Allen Ginsberg. En jullie zijn bij Troempa geweest. Dat soort mensen, was dat... Nee, Troempa, wij waren op een gegeven moment... In Boulder kwamen wij op een feestje terecht, wat door een of andere gefortuneerde die Amerikaan die dan op zoek naar de verlichting, weet je wel. Die had daar dat feestje georganiseerd, dat is het tweede huis. En wij komen daar binnen en er staat daar in de hoek van het feestterrein, er stond ook een stoel, weet je wel. En Schierbeek, die een beetje moe, die gaat op die stoel zitten. Nou, dat kon niet, want het was, nee, dat was de stoel voor... Het bleek dus, kom op een gegeven moment een Mercedes, zo'n gepantserde Mercedes, de duurste die er is, die komt er aan, er komen twee van die... Die potige gast uit, de Tibetanen aan hun glaas uitdrukken te worden. En achteruit kwam die gozer, ja, helemaal Lazarus, maar als een oetemetoet. In een iets te klein pak komt die troep aan naar buiten. En die wordt naar die stoel geloosd, die gaat in die stoel zitten, weet je wel. En al die gasten, ja, ook plomp hoor. En al die gasten gingen allemaal op de knieën bij die gozer, weet je wel. En ik denk, ja, jezus, wat kan nou. Maar die Ginsberg er ook bij. En dan hoorde ik ook nog... Van ja, die Ginsberg die zei, ja nee, die gasten zijn Nederlandse dichters en dit en dat. En gaan ze vanavond lezen en zo. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem van, ja, komt hij nou vanavond ook luisteren? Maar dat deed hij dus niet, nee. Nou, dat was die Troempa, ja, daar had ik geen hoge hoed van op. Maar toch dat contact met die Beat Generation Poets daar? Ellen was leuk, ja, was hartstikke leuk. Ja, die heb ik wel meer natuurlijk. En Burroughs en... ik had vroeger nooit kunnen denken dat ik die gasten... Dat ik daar ook nog een speaking terms mee zou komen. Weet je, ja, met Kerouac, die was al dood natuurlijk. Maar zoals met Burroughs en met Ginsberg en zo. En Corso vooral, daar kon ik het heel erg goed mee vinden. Daar ben ik een keer mee op stap geweest in San Francisco. Nou, die kende iedereen daar, weet je wel, op straat. En dan eindigden we ook in de Li Po Bar in Chinatown. De Chinese dichter, hè, Li Po. Ja, Corso, dat vond ik... ik vraag me af hoe het daarmee gaat. Carlos Castaneda is gisteren overleden. Oh, dat zegt men, ja... Van de... ja, dat weet ik wel, tuurlijk. Maar daar heb ik nog nooit wat van gelezen. Dat is niet jouw stijl? Nou ja, dat nee, kennelijk niet. Nee. Nee. Maar ik zeg niet dat het... zal ongetwijfeld een goede schrijver zijn. Hoor. Daar wil ik helemaal niks over zeggen. Maar als jij tegen mij zegt van Carlos Castaneda is dood... dan zeg ik, so what, weet je wel. Ja, ja? Mag... Wat is de rol van de televisie geweest? Jij bent langzamerhand een heel duidelijke televisie... personality, maar Simon is eigenlijk net van voor die generatie. Die is er nog een podiumman. Ja, dat is er misschien wel waar. Met de podia naar de televisie gegaan. Nou ja, die televisie kwam er dus die kwam er op een gegeven moment dus aan te pas, ja. En dat is natuurlijk ook... maar ook die dingen, die shows die ik deed toen voor Veronica... dat was dus ook met publiek erbij. En wat er gebeurde was dus in de eerste plaats voor het publiek dat daar zat, weet je wel. En heb je toch nodig dus? Het werd ook dat werkt tof, ja. En als het een goede sfeer is ergens. Kijk, want omdat in een televisiestudio, dan loopt dat anders, weet je wel. Die sfeer er anders. Maar daar zit een live publiek bij. En voor het publiek, ja, daar kijk je naar. Dus daar doe je het eerst voor. En dat het ook opgenomen wordt verder, ja, oké. Okay. Dat is een bijkomstigheid, weet je wel. Nog een laatste vraag. Simon is 70 geworden. Hoe oud ben jij, Jules? 53. Zie je er nog zo fris uit en zo actief als je 70 bent?
Nou, zeker ja. En Simon ook nog, hè? Ja, toch? Ja, vandaag zei hij, ik had het gevoel dat hij... Eeuwige jeugd heeft hij. Eeuwige jeugd. Hij is nog steeds een kuiken dat net uit het ei is gekomen. Ja. Vandaag zei hij, nou, hij had nu het provinciehuis, maar voor zijn 90ste verjaardag had ik het gevoel dat hij de Paleis op de Dam wilde hebben. Oh ja, ja, nou, dat zou hem wel toekomen, vind ik. He? Ja, toch? De koning van Amsterdam. Laten we dat maar maken. Ja. Dankjewel, Zoede. Oké. Okay.